dood. Gaat hier niet dood. Ah! Wilt hier niet dood. Kom op. Ontwijk. Dat hielp niet op. Oké, dat hielp toch best wel echt. Kom op, naar die kant op. Oh. Ah, stom zwijn! Dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Zo'n kind gewoon weer weg, wat een sukkel. Ik zweer, ik heb hier een haat aan. Nou, dit werkt kennelijk. Maar blijf me lekker boemerang gebruiken. Wat denk je daarvan? Trof zijn inderdaad. Jongens, moet ik hem nou open doen? Oh, leuk. Nee. Ja, open de gate. Op een paard. Stom paard. Loop eens niet tegen een hek aan. Hoi, Rian en Elise. Hallo. Wat is deze? Dit ben ik. Super tactiek. Paard wordt het aan het gangetje, ja. Ik kan gewoon niet geloven dat ik gewoon niet dood ben gegaan. Wat de hel? Gaan we eens even kijken. Ik als een baas, maar nog niet veel langer mee bezig. Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het niet heel lekker gaan. Ik heb 2 extra rondjes gemaakt. ja, Rian en Elise, dit is Wiki. Hallo. Ja, dit is ongeveer wel een hartje. Je speelt bij kunnen meegieten, ja, vind ik. Geef het niet, Rian en Elise. Is helemaal goed. Als een baas staat hij daar. Skip, ik wil het niet meer zien. Ga weg. Wow, dat is eng. Holy. Maar dan moet ik haar natuurlijk volgen en zeker bij die zorgers. En ik wil eerst levens krijgen. Nee! Ga weg! Ik mag niet eens hartjes pakken. Serieus. Oh, wacht. Oh ja, wacht, er zat nog een graveyard hier. Die was ik helemaal vergeten. Ja, weet ik, want er lag nog ergens een kistje met geld erin. Want ik kon geld niet pakken, want het zat vol. Beter specifiek die Zora, nee. Ja, Emil, dit wordt leuk. En ik heb inderdaad ook zin in TRM2 en ZM3. Net als Emieltje. Nee. Dan ga ik erin en dan ga ik dood omdat ik geen hartjes mocht pakken en zo. Dat is niet normaal. Oh, het valt mee. Ik ga niet dood. Oxy, dat geeft niet hoor. Wij waren blij vorig jaar als wij 10 viewers tegelijk hadden. Dus wat dat betreft, het geeft helemaal niks.
Dat zeker, Emiel. Wel één ding, TRM is wel in het Engels. Hij is namelijk voortgekomen uit de website van Chantal, die een aantal internationale volgers heeft. Dus daarom hebben wij hem besloten Engels te houden. En dan zal je mij zien, en Shanti, en Daisy is er ook bij. En nog twee anderen, maar die zie je dan wel. Ik vraag Koekje wel eens te vertalen, dan krijg je wel een hyperactieve vertaler volgens mij. Ja, maar nou zegt hij dit, ja, ja. Ja, nou zegt hij weer dat. Nou, Koek, I love you. No homo. Peking word. Oh, die is wel leuk. Oh, die is eigenlijk echt wel leuk. Ja, ja. Dat zou echt girl power zijn. Als ze dan ook nog Rihanna en Elise toevoegen. En Demon Rose natuurlijk, want Oxy en Demon Rose komen samen. Dan heb je gewoon een vrouwenpower team. Ja, laten we het daar maar op houden, Emiel. Zo, en nu ga ik lekker even healen. Ja, Emiel, jij mag erbij. Met jou wil ik ze nog wel delen. Ja! Hey Goron, ga je compleet ignoreren. Ja, dat zou wel echt tof zijn, ja. Dat zeker. Ik denk dat zo misselijk van dat gerol. Ja, dan moet hij maar leren rennen. Hey. Ik kon waterbollen. Wat? De mensen van. Ah, dan moet ik met hem praten, toch? Hoe ging dat buyback geval? Nee, weg. Had to that. Ah, oké. Okay. Dan moet je naar. Welke counter was het ook weer? Is dat deze? Oh ja. Ja, tuurlijk joh, maar jij wil oplichter. Jot, neem maar gelijk 10. Kom. Kan mij iets schelen. Dus, op naar de watertempel! Waarschijnlijk de meest gehate tempel van het spel! Zoals eigenlijk in bijna ieder spel de watertempel wel gehaat is. Denk ik. Het zijn niet allemaal zo'n encyclopedie als deze. Maar ik kom aardig in de buurt, vind ik. Ja, hij is wel leuk, alleen hij is... Ja... In mijn eerste run was ik er 3 uur mee bezig, dus dan word je niet meer vrolijk. Dat accent, sorry, ik ben Brabants. En Rotterdams, is nog de ergste. Wacht, where am I going? Snapt het niet meer. Ik ga helemaal verkeerd. Of... Waarom kan je niet gewoon teleporten? Dat maakt het veel makkelijker.
ga wel de goede kant op. Ik ga gewoon een paard pakken. Er is helemaal niks erg aan Rotterdammers. Rotterdammers zijn awesome. Ja, Rianne, meteen helemaal los in het Brabants. Raterdams. Utrecht. Een zuik uit Utrecht. Ja, wij doen het juist andersom, hè. In Utrecht vergeten ze de T. En in Rotterdam voegen ze overal een T aan toe. Hé, gozer. Hey Mario, Rotterdam. Woe! Ik denk vast wel dat dit de snelste route is. Geen flauw idee! Een harde R. Jazeker! Met mijn Roosendaal! Oh, ik kom uit Roosendaal. Mijn collega's komen uit Roosendaal, die zie ik. God, iedere dag. Denk dat jij een zachte G of een harde G? Groen als een liedje. Wat? Ik mis iets. Harde G. Ik ben een zachte G. Nee, maar als we het toch over accenten hebben, hè, dan kan het heel goed Belgisch. Althans, dat vind ik zelf. Volgens mij zit ik hier helemaal verkeerd en... Ga weg. Nee, ik moet aan de andere kant zitten, volgens mij om naar beneden geschoven te worden. Ja, de brug over. Oké. Rukve? Nee joh, doe normaal. Dat is waar mijn pa woont. Ja, Lembouw is extreem zacht. Dat is hier vlakbij. Ja, ik weet dat dat vlakbij Roosendaal zit. Waar de hel woon ik? Ik woon in een heel klein dorpje in de buurt van Breda. Mijn pa die woont in Rukve. Dus ik ben redelijk bekend in Brabant. Hoe heet het kleine dorpje? Ga ik dit zeggen? Ja, ik ga het zeggen. Het kleine dorpje heet Maden. Ik ga je niet stalken. Nou, Oxy, jij mag het hoor. Nee, Maden zonder N. Oh, doe het nou eens goed. Project M. In een klein dorp. Waar zeker wel 10.000 man wonen. Nee. Zurk. Geen grapjes. Nou, nu serieus. Geef me Q-code. Geef me Q-code. Blijf eens staan. Aha. Nou, daar vis je toch mee. Ja, dan is het wel, hè. Maden ligt overal. Maden in Hongkong. Maden in China. Maden in Taiwan. Echt overal. Nee. Ga ik kijken of ik op de bovenste... Wacht. Doe ik dit wel goed? Er is zelfs een platformgeval. Ik ga kijken of ik op de bovenste kan landen. Kom op. Dit kan ik. Mr. 1 boeit me niet. Ik wil gewoon op het platform komen. En... Nee! Nee! Ik was er! Ik was er!
Ach ja.